Wij zijn vandaag hier bij elkaar om een ondernemer in moeilijke tijden en hart onder de riem te steken. Ik ben voorzitter van de Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam. Met die stichting proberen we al een behoorlijk aantal jaren ondernemers in Rotterdam in zijn algemene zin te steunen. Geen individuele ondernemers, maar meer ondernemersverenigingen. Nou, zo kwam ik op het idee om in de coronatijd samen met Pieter Verklaveren van MKB Rotterdam een ondernemers een steuntje in de rug te geven. We bedachten een starterspakket of een pakket, coronapakket, hoe je het ook verder wil noemen, waarmee ondernemers kunnen voldoen aan wat eisen en plichten in het nieuwe tijdperk. We zijn hier vandaag om zeg maar ondernemers een hart onder de riem te steken. En dat trappen we af vandaag bij Organized. En ja, dat doen we eigenlijk in samenwerking met de Stichting Ondernemersbelangen. Die stellen ja, belangeloos eigenlijk een mooi pakket samen. En ter beschikking voor alle ondernemers in deze ja, toch een ongelofelijke moeilijke tijd voor ondernemers. Dus nou, wij zijn er heel blij mee. Ondernemers zijn er blij mee. En we gaan samen door. Fleur, namens Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam en MKB Rotterdam Rijnmond overhandigen we jou het eerste coronapakket voor ondernemers ter ondersteuning in deze moeilijke tijd. Alsjeblieft. Dank jullie wel. Ja, sowieso vind ik het natuurlijk fantastisch wat MKB voor de ondernemers doet. En wat ik graag mee zou willen geven aan alle ondernemers die getroffen zijn door deze coronacrisis. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Hou je hoofd omhoog en borst vooruit en gewoon volhouden. Het komt allemaal goed.